with the rest. Oh, thank you. Yes, thank you. You may go. Yes, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I proudly present myself. I'm the Duchess of Cornwall. I'm the Royal Highness. I'm the new wife of Prince Charles. I am Camilla Parker Bowles. Thank you. Thank you. First of all, allereerst wil ik u danken voor de invitatie. Fantastisch dat ik vanavond hier in Carré de gelegenheid krijg wat promotie te verzorgen voor my husband. Yes, yes. Charles is officieel nu mijn echtgenoot. Yes, yes. Sinds verleden jaar, de 9th of... Sorry. Sinds de 9th... Er zit wat lucht onder het gebied, man. Sinds de 9e april verleden jaar zijn wij officieel getrouwd. Yes, yes. I did it, yes. Yes. En wij maken trips ter promotie van Charles om op de troon te komen. Er komt een hele enge man het podium op. Where's my bodyguard? Where's my bodyguard? Met een vreselijke enge fan, too. Where's the bodyguard? Is dat u? U kent hem? U kent hem? Van de Iverday? Mr. Otjes? Oh, Mr. Otjes. Mr. Otjes. Oh, wacht. Hey, Mr. Otjes, hello, you there? Yes, u bent van de Iverday, hoor ik net. Oh, yes, I'm sorry, darling. Mag ik je voornaam weten? Top secret. Oh, top secret. Top geheim. Nou ja, dan zien we elkaar zo dadelijk achter de coulissen. Top secret for a little horse ride. Eikel. Hij lijkt wel wat op Charles, vond je niet? Hij had iets van Charles. Ik weet niet wat, maar Charles kon hier zelf vandaag niet aanwezig zijn. Hij is vandaag bij zijn beste vriend Peter van Vollenhoven. Ja, ze zijn best friends. Ze maken vandaag een fietstocht op de tandem. Maar ze belden op, ze konden niet op tijd hier zijn, want ze hadden wat wind tegen, ja. Maar ik ben blij dat Charles hier niet is, want zo kan ik beter promotie voor hem verzorgen. Want ik wil dat Charles in Europa wordt gezuiverd van alle blauw. Hij mag nooit de historie in als die cel en ikzelf als die slettenbak. Er is namelijk zoveel onzin geschreven over Charles en over mij. Neem alleen al die boek van Diana. Huh? God hebben haar ziel, huh? En haar boek. Huh? Vreselijk die verhalen. Kent u bijvoorbeeld het verhaal van de tampon? Dat Charles zou mij gebeld hebben in the middle of the night en geroepen hebben, Camilla, ik wil wel jouw tampon zijn. U weet wat een tampon is? Zo'n little white mouse met een blue tail? Dames gebruiken die dingen in de period? Natuurlijk heeft Charles die onzin niet geroepen van ik wil jouw tampon zijn. Nee, nee, de AIVD had verkeerd afgeluisterd. Charles had toen gezegd, Camilla, ik wil wel jouw tamponie zijn. Tamponie, yes, want we zijn allebei dol op paarden. We fuck them. We fucken ze zelf, yes. Maar dear Diana, God heb haar ziel, maar zij had ook niet de respect voor Charles, zoals ik heb. Ikzelf, ik heb een enormous respect voor Charles. En we hebben ook allebei precies dezelfde gevoel voor humor. We lachen om dezelfde dingen. Ja, want gisteravond in die Amstel Hotel hebben we ook zo vreselijk gelachen samen. Dat komt... Charles nam zijn bubbelbad. Sorry. Sorry. Charles nam zijn bubbelbad. Nee.
En als hij dat doet, dan schenk ik hem een kleine whisky. Hè, voor de ontspanning. En gisteravond ook, hij lag heerlijk te bubbelen. En ik kwam net aangelopen met de bottel, hè, met de fles whisky. En op die moment liet Charles in de bad, liet hij een windje glippen in de bad. En automatisch gooide ik toen die bottel in de bad. En Charles de Camille, wat doe je nou? Ik zeg, sorry, darling. Maar ik dacht dat jij zei, put the bottle on the bottom of the bath. Heerlijke tripjes, maar we vinden uw landje fantastisch. Uw lieve kleine landje. Amsterdam is absolutely beautiful. En ook uw hoofdstad Madurodam is beeldig. En we hebben de Rijksmuseum bezocht. Prachtig, die portretten van die oude Europese koningshuis. Alleen ineens zegt Charles Camilla, kijk nou eens naar deze koppel. Die twee zijn toch foei lelijk. Ik zeg, Charles, we staan voor een spiegel. Maar ik wist het. Charles heeft een bril nodig. He needs glasses. Want het was me vanochtend ook al opgevallen, of pas geleden al in Engeland. Toen zat hij journaal te kijken. En in ene raakte hij zo opgewonden. Camilla, kom eens uit de kitchen. Er is porno op televisie om 7:58 als er nog kinderen wakker zijn. Ik zeg, Charles, dit is gewoon het journaal. Hij zegt, Camilla, dit was toch porno? Ik zeg, nee, Charles, dit was een close-up van Fidel Castro die een banaan eet. Maar ik wist het. Charles needs glasses. Dus vanmorgen zijn we direct de Kalverstraat ingegaan. De eerste de beste winkel. Ik zeg, verkoper, wij hebben op korte termijn een bril nodig. Hij zei, dat lijkt mij ook, want u staat in een speelgoedzaak. Maar direct hebben ze prachtige brillen voor ons laten komen. En Charles zette een op en hij keek me aan. En het leek alsof hij mij zag met andere ogen. En hij is vertrokken naar Pieter. En nog steeds niet terug, maar goed. Ik maak mij geen zorgen, want morgen ga ik zelf ook naar het loo. Hè? Tomorrow I go to the loo. Yes, I go to the loo too. You too. En daarna zullen wij nog doorreizen naar Germany om wat promotie te verzorgen. Ik hoop op een rustige vliegtocht, want vanuit Londen, het was zo bamzig in de vliegtuig. De stewardess serveerde onze dinner gelijk in de kotzakjes. Maar ik heb het allemaal over voor Charles, mensen. Want ik vind, Charles moet op de troon. Want I wanna be a queen! Sorry, ik liet me even gaan. Maar Charles moet op de troon, vindt u niet? Huh? England needs a king! U verstaat het niet? Ja, ik heb gevraagd aan de toneelmeester, hoe vertaal je dat? England needs a king. Ze zeggen, Engeland heeft een pepermuntje nodig. Not a little king. En tenslotte eindig ik deze speech met alle respect voor Queen Mother Elizabeth. Pardon. Sorry. Voor Queen Mother Elizabeth. Sorry. Nou ja, voor koningin Moeder Els. Door te zeggen met alle respect, God, save the Queen!